Goedemiddagjes, welkom bij mijn dagelijkse vlogjes. Goedemiddagjes, welkom bij mijn dagelijkse vlogjes. Dus, hey, ik ben vandaag naar de huisarts weer geweest. Want ik ben er vorige week... Wacht even. Ik ben dus vorige week geweest, heb ik een gesprek gehad en ze zou me doorverwijzen om gediagnosticeerd te worden. Om een diagnose te krijgen bij een andere instelling. Maar goed, dat zou dus gebeuren en toen hebben ze laten weten dat ze toch eerst een test willen doen, gewoon nog steeds bij haar, bij de huisarts. En dat is dus vandaag geweest, dus we hebben zo'n test gedaan samen. En ja, dat is wel interessant, want ze willen gewoon weten in welke richting ze het moeten zoeken, weet je wel, voordat ze dan daadwerkelijk met je aan de slag gaan. Maar ja, wat is met die test? Het is een hele algemene test natuurlijk en redelijk gericht op de heftige dingen. Dus er staan heel veel van die vragen dat je denkt van, ja, maar dat heb ik niet. Of ja, ik heb wel zoiets, maar echt niet dat zo erg of zo. Dus ik heb dat echt met haar besproken van, hoe moet ik dat dan invullen? En zij zei altijd, zij zei dat mensen altijd snel te mild antwoord geven. Want hè, als je leeft met problemen en zo, en je doet dat al een hele tijd, dan raak je er soort van aan gewend. En aan de ene kant weet je dus van, hè, dit wil ik niet meer, dus dit is gewoon niet leuk meer. Maar aan de andere kant onderschat je het ook misschien, omdat je er zo gewend aan bent. En het is eigenlijk dat je dingen hebt die echt niet goed zijn, weet je wel. Dus mensen vullen het vaak te mild in, waardoor de doorverwijzing dan niet goed gaat. Of dat mensen zeggen van, dat ze daar zeggen van, oh, er zijn maar matige klachten, valt wel mee. Dus ik heb het goed met haar ingevuld en ze was blij met het resultaat. Het resultaat was ook hoe zij over mij dacht. Dus, ik word doorverzonden. Oh, ik word zo moe van die vliegen. Altijd als ik mijn balkon er open heb, komt er per direct een vlieg binnen. Anyway, ik word dus, ja, dat is waarschijnlijk volgende week. Ik moet even een afspraak maken. Dus het gaat redelijk snel. Daar ben ik wel blij mee. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Weet je wel, want waar ik dus bang voor ben, is dat ze... Kijk, ik ken mezelf wel. En ik weet wel een beetje in welke richting we moeten zoeken. Maar ik kan het natuurlijk ook mis hebben. En misschien moeten we in een andere richting zoeken. Of misschien moeten we... Weet je wel, misschien komen... Daar komen we achter allemaal. Maar waar ik bang voor ben, is dat er gewoon niet echt naar mij geluisterd wordt. En dat er dan van alles gaan doen. En dat je dan misschien pas over een hele tijd dan wel erachter komt dat het toch dit was. En dan denk ik, ja, dat zei ik in het begin al. Anyways, ik zie het wel. Ik ga een smoothie maken en die ga ik meenemen naar mijn moeder. Dan ga ik dus bij mijn moeder op bezoek. Maar ik ga voor het eerst een smoothie maken met spinazie. Dat heb ik... Spinazie? Oh my god. Ik ben weer suf vandaag. Met andijvie. Dat heb ik volgens mij nog nooit gedaan. Ik denk niet dat het heel lekker is. Maar ik denk banaan, kiwi en andijvie. Is dat lekker? Hoe wordt dan te fris, hè? Want de kiwi is heel fris en zo. En ook zuur. En dan krijg je de andijvie. Ik weet het niet en ik doe het gewoon, want het is gezond. Oké, dat is hem. Oeh, ik ben heel bang. Oké. Kijk, ik heb zo'n leuke fles. Gewoon zo'n aluminium ding. En dan kan je er gewoon meenemen. En dat is gewoon echt vet handig. Want het is echt 1 liter, 1,5 liter of zo. En daar doe ik dan mijn smoothies in of mijn sap in. Echt vet handig. Dus deze neem ik mee naar mijn mama. Vullen met smoothie. Oké. Bij deze wil ik afscheid nemen van het roken. Nou, wat ik al eerder heb gezegd, hè, ik wil gezonder leven en ik wil gewoon ook stoppen met roken. Ik rook heel lang. Stoppen is gewoon moeilijk. Ik wil niet zozeer erop ingaan over hoe moeilijk het is, want ik wil gewoon stoppen. Dus, ik ga gewoon stoppen met roken, jongens. Ik ga stoppen met roken. Maar ik wilde wel even nog gewoon over het roken praten en hoe... Nou, ik zat gewoon te denken, weet je wel. Van, natuurlijk, het is heel slecht voor je en heel stom dat je überhaupt begint ermee. Doe het gewoon niet, jongens. Als je nog jong bent of zo, doe het gewoon niet. Maar ik zat dus te denken, ik ben zo iemand die altijd denkt aan de goede en slechte kanten van iets. Ik denk aan alle kanten, zeg maar. En er zijn geen goede kanten aan roken qua wat het voor je doet, weet je wel. Je gezondheid, je geld, je stinkt. Er zijn geen goede dingen aan roken. En mensen die zeggen van, het is stress verlagend. Weet je wel, dat je dan zegt, ik stress zo erg, neem even een sigaretje en dat je dan beter voelt. Maar eigenlijk ben je, als je rookt en je rookt dan een paar uur niet, dan komt die detox eigenlijk al een beetje van de nicotine. En daardoor krijg je een beetje gestrest gevoel. En dan geeft een sigaret natuurlijk verlichting. Maar dat is natuurlijk niet zo. Anyways, maar wel de andere positieve dingen. Gewoon herinneringen die specifiek met roken te maken hebben. Want ik denk, ja, ik weet wel zeker dat ik bepaalde mensen in mijn leven, denk ik, gewoon niet ontmoet had
als ik niet elke pauze stond te roken buiten. Weet je wel, dat je ontmoet dan de rokers buiten, die je misschien anders niet ontmoet had. Dus het klinkt heel gek, hè? Het is een beetje de butterfly effect, ken je dat? Dus basically als een botervlieg, wilde ik zeggen, als een vlinder ergens op een andere manier, ik weet niet precies hoe het gaat hoor, maar zijn vleugels slaat, waardoor de wind op een bepaalde manier gaat, waardoor er iets in de wereld gebeurt wat anders niet gebeurd zou zijn. Dat is ook gewoon met alles natuurlijk wat je doet. Elke dag, elke keuze die je maakt heeft invloed op, nou misschien niet elke keuze, maar weet je wel. Maar vooral dus mensen die je dan ontmoet, doordat je rookt. Ik denk zelfs dat ik er een relatie aan heb overgehouden uiteindelijk. Want volgens mij heb ik nu een ex van me ook op die manier ontmoet. En misschien had ik hem anders ook wel ontmoet natuurlijk. Maar toch. Ja, daar wil ik toch gewoon even aan denken. En daarmee stil bij staan. En gewoon erover nadenken. Ik ben gewoon heel erg aan het nadenken over stoppen met roken. Weet je, dat zit helemaal in mijn hoofd. Dus ik ga het doen. Ik ga het proberen. Ik ga het doen. Nee, ik ga het gewoon doen. Misschien lukt het er niet in één keer cold turkey. Maar het is niet dat ik, als het niet lukt. Weet je, als ik dan toch nog rook. Dat ik dan denk van... dan niet. Blijf ik maar roken. Weet je wel? Dat niet. Maar goed, vanaf nu ga ik stoppen met roken. Ik ga stoppen met roken, jongens. Ik ga stoppen met roken. Dus, deze leuke dingetjes. Ik heb dus altijd Camel gerookt. Nou ja, ik heb de laatste jaren Shaq gerookt. Want dat is goedkoper. Maar ik wil dus afscheid nemen van het roken met mijn Cameltjes. Wees stom. Dat ga ik doen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Stop met roken. Zijn er andere mensen die gestopt zijn met roken? Let me know. Ja, dat was het. Ik zie je morgen weer. Doei.